ik heb weer eens een beetje trommels met de camera. Want nou kijk ik weer scheef. Ik ben en blijf een digibeet. Nou ja, zit hier een beetje een rommel achter mij ook te kijken. Maar zometeen als ik ga draaien, dan moet het goed gaan. Ik heb van alles om me heen verzameld, behalve wat te drinken. Dus dat ga ik nog even doen, want ik zie nog niemand live komen. Even kijken. Drinken. Kijken, wie er kijken. Miriam, Els, hoi hoi. Zien jullie mij wel, zeg maar, zo overdwars? Want ik zat weer, ik weet niet wat dat is met zo'n camera instellen. Ik heb ook het gevoel, ik ben helemaal scheef zitten kijken. Ik moet daar nu heen kijken. Hey Saskia. Ketty, welkom, welkom. Kijk, maar als ik nu naar jullie berichtjes kijk, zie ik mijzelf helemaal scheef kijken. Terwijl ik gewoon echt wel recht de camera in kijk. Dus het blijft een dingetje, dat live. Helemaal goed, kijk je later terug. Ik heb weer een heel interessant onderwerp. De acrylaten, dus acrylverven, wat toevoegingen. Ah, yes, over de wars, mooi. Ja, want net zag ik wel zijwaarts nog een balkje staan dat ik dacht, hoe dan? Maar ik heb dus nu de camera wel ondersteboven, zeg maar, geïnstalleerd. Zodat ik zo meteen, als ik jullie andersom zet, met mij meekijkend, dan heb ik iets meer ruimte. Dan kijken jullie echt iets meer, zeg maar, met mij mee. Hey, Erika. Goed, goed, goed. Ik zie dat jullie in mijn rommelhok zitten te kijken met allemaal papier. Maar goed, maakt niet uit. Het gaat zo om mijn handen. Ja en nee. Op zich wel bijgekomen. Maar ik moest vandaag, ik had een nieuwe groep. Dat was heel erg leuk. En daarna Dylan opgehaald met de vriendjes spelen. Dus op zich redelijk bijgekomen, laat ik het zo zeggen. Jee, Helena is er ook bij. Nou, leuk, leuk. Jullie zijn al met z'n achten. Ga ik gewoon lekker beginnen. En als de mensen nog binnenwandelen, dan zien we dat vanzelf. Nelleke, hoi, welkom. Ik ga het hebben over allerlei soorten acrylverven, acrylaten. Hey, Birgitta, leuk dat je ook kijkt. Nee, want op zich, Miriam, je kan het nog wel aan mij zien. Hè? Ik heb wel aardige wallen nog. Dus het had gisteren echt een impact. Maar het was gisteren een rare dag. Ik verdiep me altijd in de nieuwe maan en de volle maan. Maar inmiddels was er ook een conjunction tussen, weet ik veel, Pluto, Saturnus. Het maakt me eigenlijk ook niet uit hoe het allemaal heet. Maar ik had er nogal last van. Ik zat op een gegeven moment echt daar ergens, alsof mijn antennes zo naar boven getrokken werden. En ik merkte vandaag wel dat gelukkig een stuk beter was. Ook mijn rug niet zo'n pijn als weer met volle maan. Dat was ook echt bizar. Dus ja, ik ben daar wel gevoelig voor. En eerst geloof ik daarvan geen meter in. Heel grappig, hè, hoe je dan op een gegeven moment ergens in kan groeien. Maar als je weet dat eb en vloed door de maan worden geregeerd, dan weet je ook, hè, met 3/4 water in ons lijf, dat het bij ons ook wel iets doet. Nou ja, nou, daar ben je meer of minder gevoelig voor. Nou, we gaan lekker beginnen met acrylaten. Ik heb een klein spiekbriefje. Maar goed, vorige week, ik was echt zo over de top geprikkeld al. En wonderlijk. Ja, aan de ene kant wel als je niet de achtergrond je erin verdiept. Maar hoe meer ik me dus nu in de achtergrond verdiep, denk ik, ja, ik vind het niet zo gek dat half de wereld, dat er van alles gebeurt en dat velen over de kop gaan en vooral ook heel veel relaties op het moment. He, dus het is goed dicht bij jezelf blijven en ja, waar je ook dingen, je ruimte kan creëren. He, dat je daar ook echt ruimte voor jezelf creëert. Yes, dus dus morgen heb ik lekker overdag vrij en woensdag en donderdagmiddag. En wonderlijk mooi, precies. Dus nee, en dan vrijdag, zaterdag wel weer drukke dagen. Maar op zich heb ik dan zondag
maandag weer rustig. Dus nee, ik ben wel goed wat kruis in de agenda aan het zetten. Gewoon goed voor jezelf zorgen, hè? Want ja, niemand anders doet het voor je. Ik zie ondertussen Saskia. Jou heb ik volgens mij nog niet eerder gezien, of wel? Ik zie nu hele kleine fotootjes. En ik zie vaak zoveel namen voorbij komen dat ik niet allemaal kon onthouden. Dus excuus daarvoor. Hè, maar ik ga het dus hebben over acrylaten. Nou, want heel vaak vragen mensen mij ook van ja, of actionverf, et cetera. Wat is nou een bepaald medium of een gesso? En dan noem ik altijd van ja, hè, dat hoort bij de serie acrylaten. En dan zeggen mensen van acrylaten? Ja, we kennen dus wel allemaal de acrylverven. En hey José! En acrylverf is natuurlijk heel breed. Dus ik wil eigenlijk beginnen bij gewoon acrylaten algemeen. Hey, Ingrid, ook erbij. Leuk, leuk. Welkom. He, dus acrylaten. Als ik gewoon maar eens even wat acrylaten pak. Een binder. He, dit is bijvoorbeeld van Galeria. Ik zal zo meer vertellen wat het betekent. Dit is ook een binder. Ander merk. Hoor je dat? Deze is heel vloeibaar. Lijkt op Powertex. Kom ik zo op. Deze hoor je niet. Dit is echt dikker. Ik ga ook zo vertellen waarvoor het is. Acrylaten zoals Powertex. Hoor je, klotsen. Dit is echt meer beetje tussen yoghurt en karnemelk. Terwijl dit is echt kwark. Dan gaat mijn gesso. Nou, gesso, ook een goed voorbeeld. Allerlei gesso's. Hey Sonja, welkom. He, dus dat zijn allemaal acrylaten. Bijvoorbeeld he, zo'n allround medium die ik gebruik is een acrylaat. Dus een acrylaat is in basisprincipe doorzichtig. He, die droogt ook doorzichtig op. En hey Miranda, leuk dat je er ook bij bent. Nou, misschien kan je me nog aanvullen. Jij bent ook zo'n techniek freak, net als ik. Maar in ieder geval, zo kennen we dus een heleboel acrylaten. Dus acrylverf is ook niks anders als dus zo'n acrylaat met pigment. Ik zal zo meer laten zien van hè, waar je dingen voor gebruikt. Hè, maar dan heb je een beetje een idee. Dus medium, daar zit dus nog meer in als alleen die acrylaat. Hè, want dit is een semi-gloss. Je hebt natuurlijk ook mediums, gloss of mat. En vanaf ja, verschillende merken, deze is ook weer, die klotst een beetje. Deze is ja, zeg maar een beetje yoghurtdikte. Maar je hebt ook veel dikkere. Ik heb ook van De Leroni. Die is echt een stuk dikker. Die komt weer in de buurt van kwark. En er zijn ook vast dunnere. Ik moet zeggen, de DecoArt vind ik ook een fijne. De mat is vaak bijna niet te krijgen bij een groothandel waar ik hem haal. Zo populair is die. Die is ook wat dikker. En ondertussen komt wat in beeld. Even weghalen. Dus, en met een medium plakken we heel veel vast. Hè, maar dat heb ik al een keer eerder voorgedaan. Hè, in ook die allereerste, waar je een medium voor kan gebruiken. Hè, want ik plak het voor alles. Ik vernis het met van alles. Hè, ook bijvoorbeeld de epoxy workshops. Als dan er een hele laag collage van alles op mijn paneeltje zit, dan werk ik het ook af even met, ik doe dan wel met de gloss, maar ik kan natuurlijk ook met mat doen. Hè, maar dat zijn dan echt ja, meer afwerkplakmiddelen. Powertex kan het natuurlijk ook voor, maar Powertex is in allerlei kleurtjes. Nou, en Powertex kan ik gewoon een dag over lullen. Daar heb ik natuurlijk ook een hele serie workshops van. Dus wil je daar echt meer van weten, dat is gewoon, ik heb een online variant. Dat is eigenlijk een giveaway als je bij mij een partijtje Powertex koopt. Hè, dat is ongeveer, ik weet het niet meer, 2 uur materiaal aan verschillende Powertex toepassingen. Cracks and Wax heet die. Dus mocht je dat leuk vinden. Dit is bijvoorbeeld ivoor. Wat is dit? Black. Gebruik ik ook heel vaak als ondergronden. Waarbij bijvoorbeeld een gesso hè, heb je soms echt 2 of 3 laagjes nodig op een MDF paneel. En van hè, bijvoorbeeld dan gebruik ik vaak de zwart, ivoor of de wit. Als ik zo'n MDF paneeltje doe, nou ja, 2 hooguit 3 laagjes, 2 eigenlijk al wel. Dan is mijn MDF paneel gesield. En dan ga ik dus voor de epoxy, hè, kan ik erop gieten of lijmen.
En dan de epoxy, de gietharslaag erop. En deze gebruik ik ook veel voor krakeleetechnieken, voor ondergronden, want het is er ook nog in blauw, in rood, in brons, in oker, groen, lood. Nou, volgens mij zijn dat ze wel zo'n beetje, hè, met deze. Maar de transparant bijvoorbeeld gebruik ik ook om stof stevig te maken. En die stof kan bijvoorbeeld dan weer door de printer. Dus een leuke workshop, die geef ik 18 april. Zie je trouwens achter mij een voorbeeldje, de godinnen zelf. En dan verwerken we dus echt Lutradoren stof met Powertex, waardoor die dus door de printer kan en dus pigment van je printer cartridges oppikt. Dus je ziet dat acrylaten niet alleen maar een acrylverf is. Dus heel breed. Nou, die binders, die gebruik ik bijvoorbeeld voor deze. Die is dus wat klotsender, wat dunner. Dit glimt dus verder ook. Oh ja, deze is middelgloss. Dit is volgens mij, deze is echt mat. Maar als ik een verf heb, en Caprol is ook zo'n goed voorbeeld. Caprol lijkt een beetje op deze binder, maar die zit qua dikte een beetje hier tussenin. En daar maak ik bijvoorbeeld als mijn verf, en een acrylverf is een lekkere klodder. En ik wil het wat smeuiger hebben, wat meer uit kunnen vegen. Dan schep ik er zo'n hap binder bij. Maar binder kan je, als je pouring doet, laat ik ze ook nog wat van zien. En, ik noem dat crazy pouring, heet mijn workshop. En dat je dus van die celletjes krijgt. Dan, ik gooi tegenwoordig trouwens die goedkopere medium erin. Maar zo'n acrylbinder of een Caprol werkt eigenlijk ook heel goed. Dat bindt dus eigenlijk letterlijk de verf meer met elkaar. En de siliconen wat je dan daarin toevoegt, zorgt voor cellen. Nou, gesso, of sommigen noemen gesso, hè, maar net of je het een beetje op zijn Nederlands of op zijn Engels uitspreekt, is een primer. Eigenlijk kan je het vergelijken ook met, hè, als je een mooie kleur op de muur wilt, ja, dan zuigt zo'n muur vol. Dan doe je dus een latex op de muur. Nou, op een doek of op een papier. Hè, de luxere doeken die ik zelf gebruik, daar zit al vaak 3-4 lagen op. Maar goedkopere doeken, ik raad ze niet echt heel erg aan. Maar de action doeken, zometeen heb ik zo'n even een proefje om voor te doen. Daar gebruik ik wel wat action doeken voor. Maar die zijn heel fragiel. En er zit dus geen gesso of nihil gesso op. Ondertussen zie ik nog mensen binnenkomen. Leuk! Eva, Monique. Dus gesso dient als een soort onderlaag. Als, hoe zeg je dat? Een primer. Ja, dat de verf niet heel erg in je doek trekt, waardoor je niet heel veel verf kwijt bent. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel leuke toepassingen. En gesso is er dus in wit. Hier heb ik nog wat wit in een bordbakje. Zwart. Ik heb verschillende merken. Dit is even een golden. En clear. Nou, clear gebruik je ook wel over, hè, als je een mooi ondergrondje hebt. Met bijvoorbeeld tissuepapier, ik noem maar wat. Of mooi ander papier. Maar je wil wel met acrylverf erop. En je wil niet dat het helemaal erin trekt. Dan kun je dus zo'n clear ook gebruiken. Dat laat ik vandaag niet zien. Ik vond het wel leuk om even één toepassing met zwart te laten zien. Dus die ga ik zo doen. Laat ik dat gewoon eerst doen. Dan kan ik daarna... Anders zitten jullie al heel lang naar gepraat te luisteren. Ik ga jullie gewoon even keren. Kunnen jullie met me meekijken? Er staat hier dus echt van... alles. Dus ik moet even een beetje schuiven. Zo. Nou, wat ik bijvoorbeeld een leuke methode vind. Volgens mij zitten jullie nu wel op de kop. Of kijken jullie goed met mij mee? Nee, ik kijk jullie op de kop. Jullie kijken nu goed met mij mee, toch? Komen nog meer mensen kijken? Anne, hi. Wat leuk. Ik heb hier een junk journal. Voor de meesten die ik nu weet die meekijken, die weten wat het is. He, dat je eigenlijk, dit is dan van een oud boek. He, dat je allemaal pagina's erin. Deze heb ik ingenaaid met katernen. Hier zitten ook nog allemaal papier, allemaal oude papieren of hergebruik van landkaarten, papieren. Nou, dit is een eigen workshop van mij geweest. Rice Paper Mania.
Maar ik heb even één gekozen waar ik de zwarte gesso, wat ik wel leuk vind om daarop te gebruiken. En dat kan je met je vingers doen, met een kwast, met een doekje, een sponsje. Ja, ik zit goed. Oké. Of een paletmes. En ik zit even te kijken. Och, krijg ik deze helemaal niet open. De laatste tijd heb ik grote bussen alleen maar gebruikt van de zwarte gesso. Ik verkoop trouwens zelf de deco art, mocht je het leuk vinden. Daar vind, golden vind ik wel heel erg duur. Ik hou dit potje iets van. Ik weet niet meer. 18 euro of zo. Ik zit even te kijken. Werktafel. Ja, inderdaad. De black gesso van de deco art is iets kleiner als deze. Maar die is maar, ik geloof, 4 euro of zo. Dus dat scheelt nogal. Ik doe gewoon een beetje aan de onderkant. Kijk, en ook, hè, want dit is een soort canvas. Hè, die kan hartstikke leuk. Maar verf zou hier dus echt doorheen gaan. Dus wat ik doe, is eigenlijk gewoon de zwarte gesso uitsmeren. Kan ook een beetje hier naar de zijkant. Dit is acrylpapier. Hier doe ik niet alles. Er zit al een leuk motiefje op. Ik doe het op de achterkant trouwens. Anders krijg je het er bijna niet af. Ik laat hem even overlopen. Een beetje in het hoekje. Het is altijd wel leuk met junk journals. Je weet nooit wat eruit komt. En het is zo lekker werken. Gewoon lekker, nou ja, los. Ook niet per se helemaal, hè. Ik bedoel, hier is bijvoorbeeld ook leuk om met witte letters op te schrijven of met een Posca, daar kom ik op het N nog op. Daar zit ook acrylaatachtige is het. Ja, dus ik kom nog iemand online. Joke Renate. Hey, ik zit inmiddels een beetje op de kop te kijken. Dus ik zie niet alles meer. Even een doekje. Een paletmes in het water. Dan ga ik meteen over naar, hè, want dit is dus een zwarte gesso. Dan kom ik op de acrylverven. Allerlei verschillende, hey Annette! Allerlei verschillende acrylverven. Oké, dit vind ik ook altijd wel grappig. Dat gebeurt per ongeluk en dan kan je denken, oh god, zie je een vlek. Maar dat is juist wel weer leuk om dat uiteindelijk terug te laten komen. Omdat hier dus de muziekletters en Chinese letters ook zwart zijn. Dus eigenlijk. En dat is wel vaak als ik eenmaal zelf bezig ben. Oh, dan kan ik niet meer stoppen. Dan, alleen, ja, ik heb niet zo heel, of had niet zo heel veel tijd. Ik ben nou weer meer tijd aan het creëren voor mezelf. Hè, om dan toch ook gewoon op een gegeven moment je handen maar te laten doen wat ze moeten doen. Kijk, en altijd wel leuk aan een vingerafdruk is dat daar natuurlijk je soort ringen in zitten. Het is alleen niet zo handig dat dit gaat plakken. Even wat ertussen leggen. Doekje. Dat is altijd als je zo live bezig bent, hè, dan denk ik, oh ja, plastic papieren leg ik vaak ertussen. Hey, nog veel meer joh. Even kijken, Kirsten, Jacqueline, hey, Ingrid. Nou. Dit zijn dus voornamelijk acrylaten, maar acrylverf is dus een acrylaat, soms een soort binder, maar dan met vulmiddel en pigment. Nou, er zijn verschillende merken. Ik begin even bij de goedkoopste. Action. Oh, wacht even, Amsterdam, dat is niet deze. Action van Bleiswijk. Het vervelende daaraan vind ik, en zelfs ja, sommige mensen zeggen, ah, voor het pouring hartstikke handig. Maar ik vind goedkoop is duurkoop. Want binnen no time komt er een soort, ik weet niet of deze al is, nee, deze is nog wel goed. Komt er, gaat het soort van schiften. En als het gaat schiften, ja, krijg je van die vieze klodders. Het gaat soms ook nog stinken. En dan zijn die bussen, ik geloof, 3 euro of zo. En denk ja, je hebt er veel meer van nodig. Tenminste, qua, ja, laat ik even zeggen, kleurkracht. Hier zit dus heel veel filmmeel in.
en weinig pigment. En dan hebben we bijvoorbeeld Amsterdam. En Amsterdam hebben we in tubus. Ik zal ook even nog een kleintje eruit vogelen. Amsterdam is gewoon een heel goed merk. Wat leuk, jullie blijven binnenstromen. Sarina, hoi! Ik ben inmiddels beland bij de acrylverven. Dus dit is van Amsterdam, maar die heeft ook... Even kijken hoor. Oh, die heb ik zo niet hier staan, maar de grotere bussen. En ik heb dus echt zo'n heel mandje met allemaal de kleinere. Dus die is altijd makkelijk als ik op locatie moet lesgeven. Of als ik even wat verf wil pakken. Ah, wat lief, Annette, dank je. Je hebt even doorgesluist. Er zijn veel meer tubes natuurlijk. Dit is van Colinor. Dat is een mooie set met allemaal metallics. En ik heb natuurlijk zelf ook de... Ondertussen kan ik het helemaal niet meer kwijt. Ook de tubetjes metallic. Die ben ik natuurlijk heel erg fan van. Er zijn van die proberen pakketjes. Die heb ik ook groter in halve liters. En dat is A-color. En die heb ik dan ook weer in grotere potten. En die heb je dan weer in mat en gloss. Deze zit iets meer pigment in als bijvoorbeeld die van Bleiswijk van de Action. Maar ze zijn wat dunner, wat vloeibaarder. Dus voor bijvoorbeeld pouring hartstikke leuk. Maar voor als ik echt met die kleurrijke schilderijen bezig ben, dan is dit niet prettig. Behalve dan de witte. Nou ja, ik heb ook een witte mat of glossy van. En wat je dan ziet is dat je, als je laagjes een beetje wil bedekken, is dat het mooi transparant wordt. Ook als je allemaal collage hebt opgeplakt. Bijvoorbeeld tissuepapier of oude brieven. En een aantal van jullie weten dat ik toen in Frankrijk ook al die oude liefdesbrieven. Nou, is geweldig. Maar ja, om nou al die tekst zo zichtbaar te hebben, dan is het mooi om een beetje zo'n waasje eroverheen te brengen. Nou, zelf werk ik veel, ook als ik met de grote potten werk, met dus Winsor & Newton. Vind ik een heel erg goed merk. Maar inmiddels heb ik ook, dat noemen ze studioverf. Dit is ook een academie. Van Sminken, een studioverf. Zijn, ja, ietsje goedkoper als Winsor & Newton. Maar het scheelt nog wel, want volgens mij deze, als ik kijk bij ons hier in de kunstenaarswinkel, is die iets van, normaal, ik geloof €12,95. Maar soms hebben ze dus ook aanbiedingen van €8,95 of €9,95. Hier was het zelfs 2 voor €15. Dus misschien dat ze heel veel hadden ingekocht. En deze die koop ik inmiddels zelf in. Maar volgens mij waren deze ook iets van €8 of zo. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog, dit zijn een beetje neon colors van Sminken. En deze zijn volgens mij al... Ja, ook iets van een tientje of zo. Maar deze zijn wel echt te gek qua pigment. Die Sminken ben ik ook wel heel erg gek van. Dus die heb ik nog niet zo heel lang. Nou, dat zijn allemaal de meer gewone acrylverven, noem ik het maar even. Qua dikte, zoals jullie het allemaal kennen. Maar dan kennen we ook nog een Golden Open. Daar heb ik alleen nog maar een proefsetje van. Want ja, Golden is zo duur. Golden Open blijft langer vloeibaar. Open, het zegt er al. En ja, Monique, jij gebruikt dus ook Winsor & Newton. Ja, het is toch wel een merk waar ik veel bij blijf. Amsterdam is een beetje gemak door die tubes. Vooral met slepen. Maar hier pak ik wel snel dus de... als ik de gewone dikte wil, de Winsor & Newton. Nou, de Open heb ik zelf nog niet mee gewerkt. Maar het leuke is, mocht je het ook leuk vinden, eind februari komt Margriet van Tilburg. Zij is demonstratrice bij Golden. En zij gaat met de Open gaan we op de Jelly Plate. En de meeste van jullie kennen natuurlijk de Jelly Plate workshops van Birgit. Birgit Koopse, die ook geweldige technieken daarmee doet. En, maar zij doet het meer kunstzinnig. Dus met die Golden Open. Dus hele andere technieken weer. Echt het monoprinten. En daar gaan we echt van alles mee doen. En het is... Het is echt niet duur, want volgens mij alles inclusief is €75 de hele dag. En we gaan daar toepassingen bij doen. Dus volgens mij 28 februari. Dus moet je even op mijn site kijken.
Maar Golden heb ik bijvoorbeeld zelf laatst op aanraden van Tracy, mijn Australische kunstvriendin, collega. En dit is de, hoe noem je dat? Dat dikkere? Ik sta er niet eens op. Ik pak even het andere merk. Impasto. Ja, ik kon er even niet op komen. Impasto wil zeggen echt als pasta. Hè? Impasto. En waarom heet dat impasto? Vroeger vanuit, nou ja, zelfs hè, met de Sixtijnse kapel, daar zijn impasto technieken gebruikt. Dat wil zeggen, met dus zo'n paletmes, zo'n flinke klodder erop. Vroeger maakten ze het natuurlijk helemaal zelf met wax en dergelijke. En dan kun je dus meer als een pastaatje het opsmeren. Dus echt meer textuur. Dat doe je dus met de impasto's. Even kijken, dan zie ik ondertussen, vraagt iemand wat. Ik moet even op de kop kijken. Je ziet mij de half bij. Welke verf gebruik je afgelopen jaar op de Art Specialty bij de boekenleggers? Ja, dat is dus die aankoller. Ik zal hem even pakken. En die ik net liet zien, dit zijn de kleintjes. Dus deze, die... ja, echt, deze eet ik nog net niet op. Ik gebruik ze voor allerlei ondergrondjes. En ik had ook net... gisteren, de open dag, heb ik ze ook weer net gebruikt. Maar deze kleine heb ik in twee varianten. Dus twee kleuren, die zijn 6,50. Dan heb je 6 tubetjes. Dan heb ik ook nog kleinere potjes. Dan heb je er 10 voor 37,5. En deze grote, die zijn even uit mijn hoofd, geloof... 8 euro, of als je er 15 koopt, 98 euro. Die staan wel op mijn site, bij de winkel. Dus die zijn echt super, super. Ik neem ze ook weer mee naar de Art Specialty, denk ik. Want ik ben alweer nieuwe dingen natuurlijk aan het bedenken. Ik kijk nog maar even op de kop. Ja, Heavy Body heet het van Golden inderdaad. En Impasto heet het van Stamperia. Maar het is dus een impasto techniek. Hey Susanne, ik zie jou ook kijken. Leuk. Nou, die dikke werk ik dus niet zo heel veel mee. Aangezien ik dus juist heel erg wild ben geworden van de dunnere verf. Ik pak even dan daar de varianten in. Even kijken. Even wat kleurtjes pakken. Die... dit is de fluid. Zo. Dan hebben we nog een aantal verschillende varianten. Want deze Lucas, die is qua... Oh, kijk, ik zit inmiddels helemaal onder de gesso. Ik moet dus echt steeds even op de kop kijken. Dus excuseer me als je mijn smoelwerk zo raar in beeld ziet. Even kijken. Opgeschreven. Oh, superleuk. Ja, en als je iemand anders het wilt doorgeven. Hè, als je het op je verlanglijstje zet. Als ze kijken bij creativecoaching.nl/winkel. Of creativecoaching.nl/winkel. Of op de homepage iets naar onder scrollen. Het oranje winkelwagentje. Dan kom je vanzelf bij verven. Deze werd mij ooit aangeraden in plaats van Golden. Maar ik moet zeggen, en ik zal het even laten zien. Ik vind hem wat dikker. En het werd vergeleken met de Golden Fluid. Nou, kijk, hij blijft dus gewoon liggen. Ik zal alvast een beetje opbrengen. Dus die Lucas heb ik... eenmalig gekocht en daarna nooit weer bij Martin Brinkhuis. Die trouwens ook wel hele mooie spullen heeft. En, maar je ziet al, eigenlijk veegt hij net zo uit als een gewone acrylverf. Dus dat was voor mij geen toegevoegde waarde, aangezien die dus best prijzig ook is. Nou, dan hebben we de Golden Fluids. En ja, die vind ik echt geweldig. Ook al ja, is het niet helemaal droog, ik ga het toch een beetje opbrengen. En dan zie je dus wel, even kijken of jullie het kunnen zien. Ja, die begint langzaam op een gegeven moment een beetje te lopen. Oh, die is aardig donker voor dit velletje. Even kijken hier. Ik zal
iets uitvegen. Dan is die echt te donker. Dat komt natuurlijk ook omdat mijn gesso nog nat is. En dan hebben we nog van ongeveer dezelfde dikte. De Allegro van Stamperia. He, dat is ook een acrylverf. Kijk, je kan het een beetje zien. Die heeft ook een beetje dat fluid-achtige. Het verschil tussen deze twee is dat deze echt mat is. En ondertussen ga ik nog even in mijn bak. He, dus je ziet al, die druipt er langzaam af. Dus dat is eigenlijk net als de fluid, maar die is dus mat. Dus dat is ook ontzettend mooi bij bepaalde projecten. Nou moet ik zeggen, voor de art journalers onder ons zul je zeggen, oh, maar de Americana is toch ook mat? Ja, maar er zit veel minder pigment in. He, dus ik ga niet alle merken doorlopen, maar dan heb je een beetje een idee, het verschil. He, en van de Stamperia, de Allegro, mijn allereerste materiële maandag, die je nog kan zien terug bij video's. Omdat die zo mooi mat is, zie je dat ik een houten MDF tag heb gemaakt. Met, hoe heet dat, verschillende embellishments en dergelijke. Hè, waarbij dit dus echt heel mooi tot z'n recht komt. En die, is er ook, die heb ik ook in mijn webwinkel staan. Nou, een hele mooie, vervanger nog niet eens, hè, aanvulling. Voor die golden, want ja, je moet je voorstellen, dit is een busje van, ik denk 22 euro. En dit is een busje van 24. Deze grote kost trouwens 8, 9 euro van Golden. En ik vind deze echt vergelijkbaar. Ook heel veel pigment. He, maar ook weer... Oh, heb ik er net eentje gepakt die niet goed meer is? Nee, even kijken. Hier een andere uit mijn box. Ik heb hier echt een box staan. Ik denk dat het wel 2000 euro zo'n beetje op uitkomt. En ondertussen... Ja, de Golden. Ja, pittig van prijs, maar daar is dus die Deco Art. Dat is een hele goede aanvulling daarbij. Want, kijk maar. Heeft dezelfde substantie, hoe zeg je dat? In ieder geval dezelfde dikte. En qua pigment, deze echt heel helder in pigment. Ja, hier zie je het natuurlijk niet zo dat donker paars is. En ik zal deze ook even opbrengen. Dan zie je hoe krachtig die is. Vooral ook even naast dit zwart. Dus ik ga even een andere kleur van deze pakken. Even iets helderder. Ik zal van deze ook even de rood pakken. Van de Golden. Even schudden. Nee, ik heb echt zo'n boodschappenkratje vol, zeg maar. Dus toen ik ook op een gegeven moment bij ons, bij de kunstenaarswinkel, het ging halen. Een beetje veel. Dan was ik 600 euro in één keer kwijt als aanvulling op wat ik al had. Nee, dus je ziet dezelfde consistentie, dat woord zocht ik. En als je kijkt naar nu de kleurstelling, deze is ietsjes, ja, ik noem het maar even op zijn Engels, brighter. Ja, helderder, is niet, vind ik niet, dat dekt niet helemaal de lading. Maar als je dan ziet dat zo'n een klein potje dus bijna een tientje is en deze 4,20. En bijvoorbeeld een aantal gele en bruine en blauwe zijn al vanaf 2,70. Dus mooie aanvulling daarvoor. Even kijken, wat schrijven jullie? Onthouden lijkt me ook super veel. Ja, echt. Fluids is inderdaad, vind ik ook lekkerder werken. Vooral bij die grote werken, wat ik dan de Inkaholic noem. Met al die laagjes. Laatst had ik ook eentje gepost op mijn gewone site of pagina van... Nou, ik vind hem nog niet af. Wat vinden jullie? Dus bijna alleen maar met die fluids gedaan. Want op het moment dat ik denk, ja, aardig, maar wat wil ik ermee? Dan is het ook heel leuk om even met water te sprayen en dan loopt die gewoon heel mooi uit. Maar beide, doordat ze zo pigmentvol zijn, loopt het gewoon heel mooi uit. En blijft de kleur gehandhaafd tot heel ver onder in je druppel. Doe je dat met de Winsor & Newton, dan ben je ergens onderin, heb je geen kleur meer over. Hè, wordt die echt faal. Dus dat is dus de Golden Fluid en de Deco Art Fluid. En dan kennen we dus ook nog de Golden High Flow. En dat zijn echt hele... Ik zal hem even laten zien.
Hier is je eraf. Ja, als ik die opbreng, dan zie je dat? Dat is eigenlijk een soort, ja, bijna vergelijkbaar aan inkt. Wat ook heel mooi is. Ik zal hem even iets laten lopen. Zo, heb ik wat water bij de hand? Nou, is niet nodig. He, dus je ziet eigenlijk, die loopt van zichzelf gewoon heel mooi uit. Ja, ik moet wel een beetje water hebben. Anders blijft hij wel echt hangen. Dan zien jullie niks meer als ik hem te ver rechtop doe. Dus je ziet eigenlijk over dat zwarte heen, omdat het ook die golden is, hier verloopt hij pas een beetje van kleur. Zelf had ik ook op de Art Specialty deze Liquitex nog gekocht. Ja, ik vond het eigenlijk, ze zijn hartstikke mooi. Is ook een flow, hè, met een tuutje eraan. Zie, maar hij is wat dikker. Dus ook voor, nou ja, stipjes, frutjes, dingetjes. Maar het was 15 euro. Later hoorde ik wel dat ze ergens anders een stuk goedkoper zijn. Maar volgens mij nog een tientje. Eigenlijk heel eerlijk vind ik ze daarvoor toch te duur. Ja, als ik dan vergelijk met... hoe heet dat? Een beetje die waar je ook stipjes mee kan maken. Hè? Die parelpen-achtige. Dan vind ik dat ook net zo mooi. Dus ik zou eerder zeggen als deze rond de 7, 8 euro zouden zijn. Dan vind ik het prijs-kwaliteit verhouden. Oh ja, cadence hebben we nog. Cadence, afhankelijk hoe je het noemt. Is eigenlijk hetzelfde. Kan je echt vergelijken met de Allegro van Stamperia. En kan ik zo even wel een techniekje laten zien met een roller. Dus die zal ik even apart leggen met, denk ik zo even een pittig kleurtje. Zo, met die. Even kijken. Dus, dat was de uitleg van de acrylverven. Hè? Dus eigenlijk vaak die goedkope Action. Er zit weinig pigment in, dus dat is bijvoorbeeld ook als je de drie primaire kleuren mengt. En je pakt van de Action bijvoorbeeld zo een. Nou, ik heb zo snel even geen rode. Dan zie ik een rode, nou, dan zou ik een roze pakken, roze-rood. En een gele. Als je dit pakt van de Action, wordt het echt heel erg poep. Ga je natuurlijk heel erg mengen. Dit zijn de primaire, dus dat wordt uiteindelijk ook poep. Maar wat je dus vaak ziet is, deze twee van Action worden ook poep. Hoe komt dat? Omdat dit een wat blauw, dat noemen we wat warmere blauw, daar zit iets gelig in. En kijken of ik een andere kan vinden zo snel. Hier zie je ook een wat warmere blauw, daar zit wat geel in. Bijvoorbeeld kobalt. Even kijken hier, kobalt. Dit noemen we een koudere blauw. Dus deze twee geven wel echt paars. Ook wel Action. Maar van dit betere merk. Trouwens, dit is ook een goedkopere trouwens. Krijg je meer een paarsige. Maar omdat er dan heel veel filmmiddel in zit en weinig pigment, wordt die snel bruin. Ja, volgens mij was dat het stukje acrylverf wat ik wilde vertellen. Hebben jullie nog vragen tot zover? Even kijken hoor. Ja, cadence is ook super. Ik moet zeggen, ja, die van mij, hè, ik heb de laatste kleuren. Dus dat zijn nog wat neutralen. Rood, zwart, bruin en wat lichtblauw en dus dit. Die zijn nu 3 euro per stuk. Dus gewoon weg is weg. Dus wat er ook over is, neem ik nog weer mee naar de Art Specialty. De Allegro is voor mij daar in de plaats gekomen. Omdat ik de cadence, ja, dat moet je helemaal invoeren nu uit Amerika. Echt met te veel gedoe eventjes. De Allegro bestel ik gewoon bij de Italiaanse Stamperia. Of eigenlijk Hongarije komen ze vandaan. Net zo goed. En normaliter is zo'n eentje is 5 of 6,95. Dus die 3 euro is echt een koopje. En deze zijn 3,70 euro. Dus vandaar, deze heeft ook veel mooie kleuren. Maar zelf heb ik in mijn winkeltje vooral de lichtere aangeschaft. Vooral voor de techniek ook met de chipboard. Wat ik dan in de eerste materialen maandag heb laten zien. Nou, deze ligt even aan de kant.
Die kan even verder drogen. Ja, wat ik vaak doe dus met zo'n zwarte ondergrond is even met een pennetje schrijven of bewegen. Ik krijg dat zwart niet meer voor mijn vingers. Wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind, hè, dat kan je op verschillende manieren doen. Dit is wat een ondergrondje maken. Dus ik zal even een klein beetje verf, hoe heb ik een doek? Een ondergrondje maken om even zo wat te laten zien met het Posca pennetje. Ik had er nog wat verf op zitten. Ik zal nog wat pakken. Een klein beetje van die. En... ik ben wel echt wel gek van neon. Eigenlijk is het al veel te veel voor zo'n velletje. Maar ik ga maar gewoon even wat kleur opbrengen. En dan kan ik zo, als het droog is, op het end daar nog een beetje wat in laten zien. En misschien kennen jullie het al wel, maar een aantal van jullie zijn misschien ook nieuw nog met al deze materie. Hè, of vind je het juist leuk als je al wel veel met acrylverf doet, maar dat je gewoon eigenlijk juist die soort toepassingen niet wist. Ja, hier krijg ik ook mooi paars weer van roze en blauw. Ik zal wat van het groen pakken van net. Ja, maar je ziet eigenlijk, dat is die Lucas. Zo pigmentvol is hij niet. Want ja, je ziet heel snel het wit ook er doorheen. Even kijken, wat schrijf jij? Birgit, DecoArt gaat eruit bij jou, zag ik het? Verkeerd? DecoArt? Nee, Cadence. Dit zijn de laatste. DecoArt, die voer ik nog steeds. Nee, die vind ik echt te gek. Nee, ik heb een tijd gedacht, zal ik de Golden aan gaan schaffen? Maar ja, zo'n hele stellage en de frequentie dat ik het hier gebruik, dus dat het dan ook gekocht zou worden. Dan, ik denk dat het hier dan te lang in mijn schap ligt. Even kijken, nog even een, kan ik nog even een metalletje oppakken. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. Even een andere vinger. Die metallics, ondanks dat een, ik noem het maar even een goedkopere variant is, is die dus wel heel pigmentvol. He, maar ik probeer vaak wel dit soort dingen te zoeken. Nou, ik veeg maar gewoon even wat uit. Zo, ik kan dat even drogen. Ik kan natuurlijk van alles doen. Hè. Ik smeer nu maar even vlug. Wat ik laatst ook gedaan heb, vond ik ook heel leuk. Was gewoon echt alleen maar dit. En dat doe ik ook vaak met verf opmaken. Je ziet dat ik nou net niet genoeg heb. Even kijken, een beetje van die gele pakken. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe die werkt. Dit is dus die, als je het wil, die kan ik dus inkopen. Maar op zich is die net als een gewone acrylverf, zie maar. Dat is een beetje kleverig. Dit zijn geweldige ondergrondjes, vind ik altijd. Of nou ja, basis om te gebruiken. Wat zal ik nog meer voor kleurtje nemen? Deze even. Zo uit de tube vind ik ook altijd lekker. En dan zal ik ook even zo'n witte aquacolor laten zien. Daar kun je dan ook weer heel mooi mee mengen. Ik werk altijd wel aardig snel. Nou, en omdat ik nu zoveel heb, vind ik het dus ook leuk om gewoon met mijn hele vingers. Dus moet je oppassen dat je geen bruin krijgt. Dus met mate. Tussendoor je vingers ook gewoon even schoonmaken.
Ja, dit is een wat dunner vel. Het is eigenlijk gewoon tekenvel, maar daarom trekt hij krom. Ik doe maar wat. Even een ondergrondje creëren. Dus, laten we die even drogen. Even wat verf opzetten. Anders hebben we straks geen goede basis. Zo. Die kan aan de kant. Even kijken. Hè, dus dat zijn meer de acrylverven. Nou, wat ook heel leuk is, maar dan moet ik eigenlijk eventjes... Ja. Zo. Ik heb hier naast mij nog liggen een onderbord. Zo meteen op kwijt. Want er is ook kant-en-klaar pouring. Ik ga niet te veel over pouring vertellen. Ik heb een workshop die is mega uitgebreid. Heb ik nog even niet ingepland. Maar die geef ik ook 1-2 keer per jaar. Laatste jaren was die volgens mij wel 4 keer. Dus dan laat ik hem altijd weer even zitten. Maar de laatste groothandelbeurs kwam ik dit tegen met siliconen erbij in. En het zijn busjes van 5 euro. Echt super leuk. Een aantal kleuren heb ik gewoon aangeschaft. Er zit alles in. Dus ik doe even shaken. Volgens mij heb ik al een keer een filmpje even zo op Facebook gezet. Maar het leuke bij die kant-en-klare is dat je eigenlijk niks hoeft te mengen. Dus je hebt eigenlijk totaal geen kennis nodig. Behalve dat je lekker kan spelen. En later kan je met die ondergronden wat doen. Dus ik heb hier inderdaad wel even een action doekje. Ik spuit gewoon wat op. Kijk, kleuren die ik een beetje leuk vind. Het is wel leuk om die witte en die zwarte even eroverheen te doen. Oh, die heb ik niet genoeg geshaked. Donker is ook wel mooi vaak voor een beetje. Zo. Nou, je kan letterlijk, kan je hem zo helemaal door laten lopen. De swipe techniek laat ik dan wel even zien. Het is gewoon even makkelijk. En met swipen. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Gaat hij al meteen werken? Je ziet het allemaal ploppen. Dus dat is het leuke aan dat kant-en-klare spul. Hij zegt, ja, ik heb geen zin om dat helemaal te leren hoe je dat zelf moet maken. Kijk, eigenlijk heb ik al te veel. Dan zie je dus eigenlijk... Is het te zien? Zie je van alles gebeuren. Leuk, hè? Ja, dit is echt super verslavend. Totdat je het een keer of 100 gedaan hebt. En dan denk je, wat moet ik er allemaal mee? Maar dit is wel heel gaaf. Ik zal zo laten zien wat ik er nu mee doe. En technieken noem ik het maar even. Want dit is gewoon heel simpel. Hè? Je zag het me opspuiten. Maar het is wel leuk om ermee te spelen. En om kleuren te leren kennen. Even een beetje afvegen. En dit kan dus ook op dik papier. Hoe noem je het maar even? Prefab. Als ik het zelf maak, is het vaak toch een wat andere substantie en lukt dat minder. Maar je krijgt echt kleurenexplosies. Even kijken. Wie schrijft er nog wat? Stop met gieten. Ja, tig doeken. Ja, op een gegeven moment denk je, wat moet ik ermee? Maar dat ga ik zo laten zien. Maar het leuke is dus wel met dit soort dingen. Ik zal even... eigenlijk is het best zonde, want ik vind hem al heel mooi. Maar ik wil het toch even laten zien. Hè, als ik bijvoorbeeld wit zo aan de rand doe. En ik swipe het wit. Moet ik even van hand wisselen. Is wel grappig, ik ben links. Maar tegenwoordig links-rechts, ik wissel het zo om.
Ik zorg echt dat ik er bovenop blijf. En ik trek hem weg. Dan moeten we heel even wachten tot die kleuren. Zo, even iets meer nog. En dan zie je dus eigenlijk, ik moet even bewegen. Dan zie je die lijn zo goed van de swipe. En dit duurt nog wel een tijdje voordat die echt uitgewerkt is. Maar dit is dus een acrylaat met pigment, met siliconen. Waardoor je dus dit soort gekkigheid krijgt. Ja, hoe leuk is dat? En het zelf maken, ja, vergt wat voorbereiding. Ook om die cellen te maken. Maar ja, op zich, ik moet zeggen, ik vind hem nou lang zo mooi niet meer. Dus dan kun je ook altijd nog even weer mee spelen. Ik vind dit erg wit geworden vergeleken de rest. Die ook. Ja, je kan altijd nog weer. Ja, wat ik een hele leuke techniek ook vind, is bijvoorbeeld even een paar van die kleine even dotjes erin. Is dat te zien? Even een lukje. Maar om dan bijvoorbeeld met je paletmes even omhoog. Omlaag. Ik kan hem ook even gewoon er doorheen halen trouwens. Zo, krijg je hartjes. Hoe leuk is dit? Met acrylaten. Je ziet eigenlijk, omdat ik natuurlijk nu vlug even wat doe, is het allemaal wat minder gecontroleerd. Vind ik bijvoorbeeld nu deze overgang wel heel erg hard. Ik kan nog weer doorgaan, maar voor nu laat ik hem gewoon. Laat ik hem drogen. Siliconenwerpsem in de fles. Deze flesje zitten dus dopjes op. Dus hij zei tegen mij dat het gewoon, zolang je hem goed afsluit, dat goed blijft. Dus daarom is het zo handig, want vaak als je hem zelf maakt. En je bent op een gegeven moment klaar en je hebt allemaal verf over. Ja, ik giet het dan meestal weer uit. En ik ben zelf met een hele mooie en aarde dame bezig geweest. Misschien hebben jullie die ook al wel voorbij zien komen. Die is nog niet af. Daar ben ik nog niet aan toegekomen verder. Maar dat was met restanten, dus je kan het ook uitgieten. Maar ja, ik vind de flesjes ook wel handig weer in combinatie met het zelf maken. Omdat zelf maak je, moet je roeren. Heb je altijd een grote. Ja, kan je wel weer in een flesje met een tuutje gieten. Dus weer gedoe. Dus dit gebruik ik echt voor het verfijnde werk of van die kleintjes. En dit vind ik ook wel eens leuk om dan met een stencil later erop. En dan happy birthday, weet ik veel wat. Ergens in een pakketje te doen als ik voor iemand wat maak. Ik zit te kijken. Goh, jullie zijn met 17. Super leuk. Maar vind ik het niks, kan ik ook altijd nog weer even terugswipen. Ik kan even kijken of ik dat op hier een beetje kan doen. Dus de siliconen blijven nog wel een tijd werken, zelfs ook zo. Want er zit natuurlijk hieronder nog die kleur. En vind ik het niks, kan ik ook een van die felle kleurtjes. Ja, dus je kan heel lang spelen. En zelfs als ik dus de heatgun erop doe. Dan kan ik niet zo goed kunnen zien. Zie je dat? Dan popt hij nog meer open. Nee, ruikt helemaal niet sterk. Ruikt gewoon naar acrylverf. Siliconen ruiken niet hoor, deze niet. Ja, maar dan
dan trek je ze zo, trek je eigenlijk meer. Maar soms krijg je grote, soms kleine, ligt er een beetje. Ik heb nu vrij veel verf, hè, dus dan ligt het te dik op. Krijg je wat kleinere cellen, doe je het echt wat dunner, dan worden de cellen wel wat groter. En het leuke bijvoorbeeld deze druppels en vlekken die je ziet, als die gedroogd zijn, dat noemen we skins. Dus die kan je ook weer ergens opplakken. Ja, ik laat hem even maar drogen. Dus dat zijn al voorbewerkte acrylaten. Maar het werkt dus echt verslavend. Ik ben bijvoorbeeld ook met deze bezig. Even pas dat ik geen verf op mijn kleren krijg. Ik weet niet of het te zien is. Ik ga die dan heel even een klein stukje omhoog doen. Zo. Dan kan ik wat verder naar achter. Deze. En dan moet ik hem zo houden. Hè. Dan kijken jullie meer. Dat is dus zo'n achtergrond. En daar ben ik allemaal blaadjes op aan het plakken van dat mooie eco-papier. Waar een aantal van jullie net als ik aan verslaafd zijn. Maar dan werk ik gewoon met acrylverf. Dan werk ik daar verder dus overheen. Ik doe ze weer even dicht. Zo. Andere producten die al kant-en-klaar zijn. Is bijvoorbeeld dus die Powertex met kleur. Nou, ik zei al even, bijvoorbeeld die zwarte doe ik ook ondergronden mee. Net als een soort als gesso. Maar ik meng het bijvoorbeeld ook met zand, met speciale producten vanuit de Powertex, dat je krakelee krijgt. Wat schrijf je? Voor tussendoor en voor, als je denkt, ik heb even geen inspiratie. Gewoon lekker spelen. Even kijken, wat schrijven jullie nog meer? Ideaal als je het dus wilt proberen. Ja, inderdaad. Weet je wat ik zeg, die potjes zijn 5 euro. Hè? Dus ik kan natuurlijk in niemands portemonnee kijken, maar hè, al zou je 5 kleurtjes nemen. Hè? En zo'n geel en een roze wordt een beetje rooier. He, een geel en een blauw krijg je ook groen. He, een wit en een zwart erbij krijg je altijd licht of donker. Maar Powertex, dat is dus echt even een. Daar zou ik 20 lives over kunnen doen. Maar goed, daar geef ik ook echt workshops van. Dus dan zou ik zeggen, als je dat aantrekt, kom een keer gezellig naar het atelier. Of als je zegt, ik koop producten boven de 35 euro, dan krijg je een heel filmpje. Ter waarde van 60 euro gratis. En dit doe ik even aan de kant. Ja, want dit is dus wel weer leuk als dat droogt. Om dat weer ergens in te gebruiken. Ja, als skin. En dan kom ik een beetje op de toepassingen. En de postkaas nog. Alleen mijn velletje is nog niet droog. Dan hou ik toch even drogen. Natuurlijk ook eerst even vertellen. Want postkaas, inmiddels heb ik een hele doos. En Posca is dus eigenlijk een merk acrylstift. Maar er is bijvoorbeeld ook. Even kijken. Oh, Ketty, jij gaat er vandoor. Ja, kijk later terug als je het leuk vindt. En dankjewel voor het kijken. Amsterdam heeft ook een serie. Nou, ik vind drie keer niks. Heel transparant. En Posca heb je in een aantal verschillende maten. Even de maten pakken. De kleinste. Dat is dus een acrylmarker. Zit acrylverf in het stiftje. Dat is een heel kleintje. Zie je? 0,7. Dan komt de 0,1. 0,7 tot 0,9. Dus die is eigenlijk nagenoeg gelijk. Heel eerlijk, ik vind deze fijner als deze metallic punt. Maar het is misschien persoonlijk. Dan hebben we de 0,3. Die heb ik trouwens samen met de 0,5 en de 0,7,8 in de aanbieding.
De 3 en 5 zijn maar 3 euro. Die heb ik echt in tig kleuren, maar had ik iets te veel van ingekocht. Die is weer mooi voor ook opvullen van ruimtes. Dit is ook een 3. Even kijken. Een 5. Ja, dit zijn 5. Die zijn 1,8 tot 2,5 mm. Ja, ook meer voor vullen van de ruimtes. Deze ook. En dan is er dus nog een grotere. Maar, heb ik hier in? Ja, die heb ik hier ook in. De 8K. Die is volgens mij normaal, was die geloof ik 8 euro. Die heb ik voor 4,50. Ook heel lekker om op te vullen of grote vakken. Maar ik gebruik ze te weinig. Vandaar ook dat ze echt, dat ik ze goedkoop aanbied. En ook hetzelfde eigenlijk met de brush. Dit zijn brushpennen. Hartstikke mooi. Maar ja, daarvoor heb ik ook weer andere dingen die ik gebruik. En wat ik dus doe met de kleinere. Kijk, er zijn nog meer merken. Dit is een Permapak. Met ook een wat grovere punt. Wel een mooi kleurtje. Dit is een decomarker van PBO. Ook een hele mooie. Maar ja, het zijn mij allemaal te grove punten. En ik heb zelf van Deleroni, maar daar stop ik dus de acrylinkt in. Die heb ik met de acryl volgens mij wel laten zien, denk ik. Dan heb je dus echt zo'n pen. Maar dan kan je steeds zelf puntjes wisselen. Dus dan kan je vullen met verschillende kleuren. Nou, ik kan ook een beetje kijken waar het nat is. Want absoluut, deze moeten niet nat worden van verf. Want dan zijn ze naar zijn grootje. Hier zit een balletje in. Moet je altijd goed schudden. En wat, nou ja, ik doe maar even wat. Ik ben altijd van de spiraaltjes. En streepjes. Hier kan je weer stukjes van gebruiken. Stipjes. Een boekje van maken, hè, van achtergrondjes. Hè, dus deze vind ik zelf het fijnst. Die 0,7 met de gewone punt. En dit is dus met dat metalen puntje. Maar die raken soms ook wel verstopt. Die is al bijna op. Ik kan het vaak voelen aan de zwaarte dat ze bijna op zijn. En ja, ook stipjes of mosseltjes zijn ook altijd leuke bewegingen. Heen, terug, heen, terug. Ja, opvullingjes. En kun je natuurlijk van alles van maken ook. Ja, uiteindelijk haar of helemaal met deze ben ik dus vooral, maak ik motiefjes. Een beetje zentengeltjes noemen ze dat ook wel. Dus dat zijn de Posca-pennen. Nou ja, als we nog verder kijken. De vingers heb ik natuurlijk net al meegewerkt. Meer toepassingen. Nou ja, uiteraard kan ik met een kwast werken. Maar ja, ik hou van de vingers. Ik heb ook altijd mijn vingers helemaal onder de verf. Het is toch iets dat je ja, contact maakt met. Ja, een stukje diepgang, waar ik natuurlijk ook wel heel erg van hou. En een roller. Dat vind ik nog wel leuk om even te laten zien. Waar heb ik die nou gelaten? Ik had van alles om me heen verzameld. Hier denk ik. Nee. Even naast mij. Nou, ik kan het anders even laten zien. Hier zit er wel één in die ik met een roller heb gedaan. Deze bijvoorbeeld voor degene die bij mij de Rice Paper Mania hebben gedaan. Die hebben deze techniek geleerd. Doe je eigenlijk wat drupjes, hè, met een roller. En uiteindelijk werk ik dan, hè, met tissuepapier erover. En uiteindelijk krijg je, kijk hoor, zo'n een soort resultaat als deze. Dit is ook, dit was eigenlijk
waar ik zoveel reacties op kreeg van, hoe heb je dat gedaan? Dus vandaar dat dat even een online programma was geworden. Voor de liefhebbers, mocht daar belangstelling bij zijn, dan kan ik hem wel weer inplannen. Maar dat doe ik dus met die matte verven. Vind ik net even wat mooier. En dan rol je eigenlijk wat verf uit. Dus dat is een andere manier als de vingers of een kwast. Nou ja, dan hebben we nog de sponsjes. Dat is misschien wel even leuk om... Dit is ook zo'n junk journal met allemaal verschillende papieren, lappen. Dus van alles en nog wat zit erin. In elkaar genaaid met artfoams. De oorspronkelijke artfoams die komen dus uit Australië. Of Australië. Canada. Lekker zacht. Maar toch peperduur om hier naar Nederland te krijgen. Dus in het begin, de meeste van jullie hebben volgens mij ze allemaal wel bij mij besteld. Maar op een gegeven moment is er ook in de bestelling wat verkeerd gegaan. Was niet helemaal even leuk gegaan. Dus toen was ik ook wel even klaar mee. En nou zijn er wat Nederlandse merken. Ik zal even pakken. Ik moet zeggen, deze verkoop ik bijvoorbeeld wel. Maar ze zijn wat harder. Dus iets minder flexibel. Een brayer. Qua roller. En ik had hem gepakt, maar... Ik denk ergens nu in een box gevallen. Die je gebruikt voor jellyprinten. Weet je wat dat is? Zo'n lino roller. Dat is een zwarte roller. Met wieltjes. Dus die draait. Dus waar die gebleven is. Ik dacht ik laat het even zien. Maar. Dat mag even niet zo zijn. Maar dan doe je eigenlijk wat dotjes op je vel en dan rol je. En dan gaat dus dat ding spinnen en dan rol je terug. En daardoor krijg je die slepers. En de artfoam is, ik was even afgeleid door je vraag. Dus deze zijn wat zachter en krijg je ook net even wat mooie afdrukken. Maar ik moet zeggen, ik vind het, ze zijn wel leuk. Dus ik zal even een paar gebruiken om te laten zien. Dan gebruik ik een sponsje. Oh, die is verdwenen. Nee, voor mij. Gewoon een sponsje. En wat verf. Maakt ook niet zo heel veel uit welke verf ik doe. Als het maar niet te dun is. Want je kan je voorstellen, te dun gaat helemaal erin lopen. Als je dan afdrukt, kan je misschien viezigheid krijgen. Ik vind het vaak wel mooi op zo'n ondergrond om iets donkerdere tint te nemen. Even kijken een beetje wat ik erin heb zitten. Deze kan wel. En dan vind ik het vaak ook wel mooi om een beetje te mengen met een andere tint. Dat is vaak het nadeel met die grote. Of er komt niks uit of je hebt een enorme flatsch. En weggooien is altijd zo'n zonde, hè? Harde roller inderdaad, Helena. Zo'n brayer. Doe een beetje kleur aan mijn sponsje. Op de artfoamy. Ik kan ook zeggen, ik doe de ene kleur een beetje aan de ene kant. En de andere kleur aan de andere kant. Je kan hem helemaal doen of deels. En je ziet al, ik tap een beetje, waardoor die helemaal lekker gevuld is. En even kijken, deze doe ik hier. En vaak kan je wel een keer of drie zelfs mee afdrukken. Hier. Kijk hoe mooi. Dus in gewone stempels zou ik niet zo snel doen. De clear stamps en de rubber stamps. Omdat natuurlijk acrylverf op een gegeven moment daar snel indroogt. En dan is het gewoon zonde. Wil ik eigenlijk de andere kant ook. Ik ga het gewoon doen. Dan doe ik hem hier zo. En je ziet dus dat ik nu al met de derde afdruk bezig ben. Met zo'n klein beetje verf. Dus dat is het voordeel van zo'n artfoamy. Ik doe hem meteen in het water. Want deze moeten niet hard worden. Want dan, deze is geloof ik €14. Ja, kijk je morgen verder helemaal goed.
De cadens. Canadese foam, ja. Art foam is de Canadese, klopt. Nee, dus even goed in het water leggen. Zometeen als ik klaar ben, dan ga ik uiteraard er meteen wassen. Trouwens, met die metallic verf is deze ook geweldig. Ja, ik gebruik maar even dezelfde kleur, want het is ook zonde om nog meer op te brengen. Nee, dus dit is die wat hardere. Nou, dan zal je ook echt even het verschil zien. De Art Foamy, hè, die drukt gewoon helemaal goed af, maar wel krijg je dus dat foam. Hè, het een beetje krakkelige, hoe zeg je het, iets onderbrekingen, een soort slurpjes. En dit is dus wat harder. En dan krijg je ook niet altijd je stempel helemaal mooi. Maar ja, weet je, het heeft wel allebei zo zijn charme. Deze kan je ook niet heel vaak afdrukken. Kijk, je ziet nou dat hij echt veel vager wordt. Zo. Ook in het water. En natuurlijk kan je op een gegeven moment ook zeggen, ik doe een metallic nog op één. En kan je met de Posca-pennetjes nog weer eromheen. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Stencils kan je natuurlijk ook je acrylverf doorheen drukken. Of je gesso, of maakt niet uit. Alleen daarvoor gebruik ik ook niet de fluids. Want je kan je voorstellen, als een acrylverf dun is, dan gaat dat door zo'n stenceltje heen. Ik zal even eentje gebruiken. Ik heb hier nog wat licht. Dus dit is de gewone verf. Even kijken hoor. Laatst deed ook iemand met wrijven met een doekje. Ook leuk. Alles kan natuurlijk. Ja, het is een wat lichtere kleur. Ik zie hem iets erop. Niet zo heel veel meer. Zo kun je acrylverf ook gebruiken. Maar pas dus op, fluids of echte inkten, die sijpelen er doorheen en dan heb je één grote vlek. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus, dat zijn de toepassingen. Dus deze ga ik meteen eventjes schoonmaken. Je kan op een gegeven moment ook stencils in de biotex gooien, met z'n allen tegelijk, heb ik begrepen. Maar ik maak ze eigenlijk altijd meteen even schoon. Dat er dikke lagen zeg maar van verwijderd zijn. En die stencils heb ik ook ontzettend veel. Ik denk nog dat er niet 1/3 op de site staat. Dus daarvoor moet je gewoon een keertje hier komen, mocht je het leuk vinden. Of naar de Art Specialty. En ik zal jullie weer even aankijken. Hop. Zo. Eigenlijk, een beetje viezigheid erop. Is het dus heel leuk om ook met acrylverf dingen te decoreren. Ik zal even nog een boekje laten zien. Deze. Dit is ook eerst met inkt heb ik die bewerkt en daarna ook met zo'n stencil. Jullie zien natuurlijk spiegelbeeld. En dit was laatst ook een leuk boekje, was Willy Duit. Die komt ook weer in mei hier. Ook ondergrond, ook veel acrylverf met vingers gebruikt. En even kijken, dit boek. Ook acrylverf over stone, dik stone paper. Een beetje oud gemaakt met olieverf. Maar hier zie je ook nog meer stencils erop. Mocht je dit leuk vinden, mijn planning ligt een beetje achter. Maar goed, ik ben zelf bezig met, of tenminste, de filmpjes gaan mij dus niet zo makkelijk af. Maar hoe zeg je dat? Ik heb een hele mooie chipboard, heb ik zelf ontworpen met diamanten. Dus daar komt nog wat in. Maar april komt Antonis hier, Adonis.
Uit Griekenland. Dus die doet ook dit soort technieken. Hebben op mijn site staan ze. Maar volgens mij is de zaterdag inmiddels vol. Zijn er volgens mij nog 2 of 3 plekjes voor de vrijdag. Dus ja, dat is ook acrylverf. Dus het is oneindig. Dus als je zegt, ik begin daarmee. Ga dan niet voor goedkoop is duurkoop. Hè, maar koop dan gewoon een lekker merk. Ja, en ik heb bijvoorbeeld zelf deze ook in, van die kleine tubetjes. Ja, en ook de metallic verf. Heerlijk om mee te beginnen en super om mee te nemen op vakantie. Hè? Want ik heb vaak ook die kleine tubetjes van Amsterdam mee. En ja, een paletmesje, deze een paar van die kleintjes van de Deco Art. Wat stenseltjes. Ik heb vaak dan zo'n journalboek mee. Ja, dit zijn ook leuke boekjes, die verkoop ik zelf. Je kan natuurlijk zelf ook nog de voorgrond maken. Maar daar zit 200 grams papier in. Dus daar heb ik vaak ook, dit was ook een soort reis. Dit was dan wel een innerlijke reis met, hoe noem je dat? In zo'n vuurhut was dat. Dat was ook echt super. Hè, maar dan zag je, heb ik met van allerlei dingetjes die ik mee had. Hè, gewoon allemaal pagina's gemaakt. Ook gewoon, zie je dat? Lekker smeren. Weet je, op dat moment voelde dat voor mij zo. Dat is ook een leuke. Hè, ook een beetje half acryl. En wat pennetjes, dingetjes had ik mee. Dus dan heb je niet zo heel veel nodig. En dat zie je bij deze ook. Er zitten gewoon plaatjes allemaal in van... ik denk de happiness en wat tekst. En nog een plaatje en stencil. Dit was een wc-rol afgedrukt in acrylverf. Dus het is oneindig. Dus dit was weer een materialen maandag. De acrylaten. Hebben jullie nog vragen? Ik moet een beetje naar beneden kijken, anders zie ik niet wat jullie schrijven. Want dan... hier zie ik trouwens waar ik mee begon, hè. Wat ik zei, die gesso. Ik had natuurlijk vrij veel gedaan om even een hele pagina te vullen. Maar dit is gewoon op een... ik werk met acrylverf... ik kom er helemaal niet meer uit, zoveel gaat er om in mijn hoofd inmiddels. Mixed media papier, aquarelpapier... 200 grams, doe ik heel veel. Dit is ook zo'n fluid. Volgens mij is... Ja, zijn allemaal volgens mij fluids. Met wat van dat gesso. En is natuurlijk een ondergrondje. Kan je op schrijven. Je kan er een mooie afbeelding op plakken. Kan je ook weer overheen schilderen. Oneindig. Dus... heb je verder vragen en kijk je later. Je mag het altijd even eronder zetten. Volgens mij heb ik nu een beetje alle materialen gehad. Ik heb de inkten gehad. He, die eerste was de rice paper, maar ook allemaal verschillende papieren. Ondergronden heb ik volgens mij gehad. Volgens mij pasta's nog niet. Dat ik volgende maand over de pasta's ga praten. Dus allerlei structuren en texturen en wat je daarmee kan doen. Dat is misschien ook nog wel een leuke. En daarna ga ik ook op verzoek. He, dus als je nog vragen hebt... de krijtjes heb ik ook al gehad. Pastelkrijtjes, oliekrijtjes. Dus volgens mij eigenlijk de basisdingen heb ik zo'n beetje gehad. Dan gaan we op een gegeven moment over naar verzoekjes. Waar jullie wat over willen weten. En wat dan mogelijk is. Hè? Want op een gegeven moment wilde iemand ook epoxy. Maar dat is niet te doen zo op deze manier. En ook te gevaarlijk. Omdat ik natuurlijk moet bewegen. En epoxy is op een gegeven moment vloeibaar. Je kan het ook maar een bepaalde... tijd is het houdbaar, is het werkbaar. Dus, ik hoop dat jullie genoten hebben. Lots of information. Ik ben echt techniekfreak. Ik wil graag delen. Super zou ik natuurlijk ook vinden als je zegt, ik wil bij jou bestellen. Hè, dat is dan www.creatiefcoaching.nl/winkel. Blokprintverf. Wat bedoel je daarmee? Dat is een nieuwe term voor mij. Ik ga het eens googlen, blokprintverf. Ik schrijf het even op. En wat vast misschien dat een andere naam heeft. Want zo'n beetje, bijvoorbeeld op een gegeven moment panpastel, dacht ik ook, dat is nieuw. Maar dat is eigenlijk gewoon pastel, maar dan gedrukt in napjes. En werk je met een soort sponsje. Dus het... dingen worden ook vaak opnieuw weer uitgevonden. Ook natuurlijk om weer voor de grote handels om de kassa's te laten rinkelen. En
We laten ons natuurlijk niet gek maken. Want het is ook leuk om met allerlei materialen die je gewoon die in de natuur kan vinden, et cetera. Is misschien ook een leuk thema om een keer te doen. En ik wens jullie ook een hele fijne avond. En ga ik lekker weer relaxen.